De nieuwe Campagnolo-groepen bieden heel wat instellingen om je fiets te personaliseren. Eén daarvan is het instellen van je remmen. Ik leg uit in deze video hoe je dat best kan doen. Het eerste punt is het instellen van het bereik van de remmen. Hoe ver deze van je hand verwijderd staan. Als je kleine handen hebt, is het soms lastig als die remhendels iets te ver staan. Dus we gaan dat in deze video eventjes aanpassen. Je gebruikt hiervoor een 2,5 mm inbussleutel. Zo eentje dus. Wil je dat de remhendels verder van je stuur weg staan, dan draai je een wijzerzin mee. Moeten ze korter komen, dan draai je een tegenwijzerzin. Het tweede ding dat je kan doen is het instellen van het aangrijpmoment van de remmen. Hiervoor gebruik je ook een 2,5 mm inbus. Je moet de remgreep hard innijpen. En dan ga je merken dat er een vijsje vrijkomt waar je kan draaien. Je kan het vijsje 180 graden draaien en het is ofwel S ofwel L. Als je ergens in het midden zit, gaat die automatisch naar één van die twee standen springen. Zo simpel is het dus om de remgrepen in de door jou gewenste positie te zetten en het aangrijpmoment zelf te kiezen. Vond je deze video nuttig? Geef me dan zeker een thumbs up en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Bedankt!